Jacques van Bremen, afgelopen indoor zag ik een prachtige strijd tussen jou en Harold. Ja, ik heb daarvan genoten. Jij wat minder? Ik wist dat ik niet zoveel sneller was dat ik een gat kon slaan. Heb ik vorig jaar geprobeerd, maar dat ging toen niet goed. Dit jaar was het weer niet gelukt. Harold kon op het juiste moment wegkomen en op dat moment kon ik niet bijkomen. En met twee rondes te gaan was dat te weinig. De rest van de wedstrijd is gewoon heel erg tactisch geweest. Versnellingen, surplaces, we hebben gewoon alles geprobeerd. En op het moment Supram is Harold er wel vandoor gegaan. Daardoor heeft hij wel gewonnen, helaas voor mij. Goed, jij bent ook samen met Harold een van de weinige atleten die die internationale wedstrijden lopen. Dat klopt, ja. Ja. Je hebt, dacht ik, als ik het goed heb, vorige week nog gelopen? Ja, afgelopen zaterdag heb ik in Tsjechië 20 kilometer gelopen. In Podebrady. En wat, je loopt daar een internationale wedstrijd. Hoe sta je er internationaal voor op het moment? Ik loop met binnen Europa gezien een beetje in het midden richting de achterhoede. Ik loop daar 1:33, 1:34 en een winnaar die loopt daar 1:22, 1:25, soms zelfs nog iets sneller. Dus dat is een heel groot verschil. Alleen degene die daar vooraan eindigt, dat is de jongen die nu ook wel naar het EK gaat in Barcelona met het idee om de goud te pakken. Dus dat is natuurlijk ook weer de andere kant van het verhaal. Ja. En wat zou jij nou moeten doen om dat gat kleiner te maken? Harder trainen en effectiever trainen. Ik train nu wel vaak, maar er zijn nog een aantal dingen waar ik gewoon heel veel winst kan pakken. Waaronder mijn duurvermogen. Snelheid zit goed, maar dat kan ik niet continu vasthouden. Als dat soort dingen verbeterd worden, dan moet binnen anderhalf, twee jaar moet ik zeker wel de 1:30 kunnen halen. Of zelfs daaronder komen. Ja, dan is het nog steeds een flink gat tot de top. Maar dan wordt het wel een ander verhaal, omdat je dan midden in de wedstrijd loopt. Hoe zie jij dit project met ook de jongeren? Je traint daar zelf ook mee. Ja, je steekt er wel met kop en schouders bovenuit. Hoe is voor jou deze training? Frank die was al een paar keer mee met internationale wedstrijden. Onder andere de Europa Cup als trainer. Die zeiden al wat ik moest doen. Op die manier steek ik er weinig extra's van op. Wat Frank hier aan iedereen vertelt, vertelde hij al langer aan mij. Alleen we hebben nu een groep. Op het moment dat er nu meer mensen doorgaan, motiveert mij dat meer. Als ik alleen tegen Harold loop, of Marcelino is er nu bijvoorbeeld ook onder de 1:40 gekomen. Dan heb ik twee mensen die ik als serieuze tegenstander kan zien. En die zijn dan een stuk ouder. Terwijl nu we met een groep trainen waar er zoveel progressie gemaakt wordt door meer mensen, betekent gewoon dat ik meer tegenstand krijg. Dat vind jij niet erg? Nee. Winnen zonder tegenstand is ook een beetje, dan kan ik net zo goed in mijn eentje gaan lopen. Als Harold niet meedoet, dan loop ik sowieso in mijn eentje voorop. Als Marcelino meedoet, moet ik uitkijken. Want hij kan nog dichtbij komen. En de sprint kan ik nog altijd wel verslaan. Maar echt een goede wedstrijd van voor tot achter. Dat je op een tegenstander moet letten. Zoals de 5000 indoor afgelopen jaar. Dat doe ik alleen op de 5000 indoor en de 20.000 op de baan. En voor de rest, Harold is internationaal geen tegenstander. Dan loop je met elkaar tegen de anderen. En daarnaast is er niemand die mij tegenstand kan bieden. En ik verwacht dit voorjaar en deze zomer op de baanwedstrijd een aantal jongens die niet van mij zullen winnen. Maar ze zullen me wel scherper houden dan Marcelino in zijn eentje kan doen. Dankjewel voor het interview. Graag gedaan.